Een hele goede morgen, zonder zorgen. Was dat maar zo? Nee, ik ga stuk. Ik zag gisteren een TikTok en die ging: goedemorgen. Nee, morgen. Als het een goede morgen zou zijn, dan was ik niet zo piep brak. Dat is geldwoord. Ik ging helemaal stuk. En ik was gisteren wel brak. Dus hij was heel toepasselijk. Oké, maar goed. Ja, ik moet dus gewoon nu even hierheen. Godverdomme. Oh. Thanks. Doortje. Ja, zeg maar, vloggen en autorijden is nooit zo'n heel goed idee. Toch gebeurt het. Maar het is dus maandag. Ik ben onderweg naar mijn werk. Stage is beginning. Again. Ik heb een beetje nog steeds een verkoudheid, een keelpijntje, een niet zo lekker gevoel. Maar ja, we kunnen niet forever thuis blijven. Dat vind ik zo irritant. Dus we gaan gewoon lekker naar stage. Ik denk dat ik heel goed een koffietje kan gebruiken. Dus dat gaan we zomaar lekker doen. Hallo allemaal, het is inmiddels al avond. Ik heb de hele avond boekhouding gedaan. Nee, eigenlijk was het best wel chill, want ik heb het even echt helemaal anders gedaan. Veel handiger. Ik ga stuk. Jongens, weet je wat hier staat? Een biertje. Het staat hier nog van vrijdagavond, toen Stan uit het feestje kwam. En een biertje had meegenomen. Cheers, let's. Ik ben het hele weekend ook gewoon niet thuis geweest, dus vandaar. Moeder is super lief vandaag naar IKEA geweest. Heeft ze nieuwe kledinghangers voor mij gehaald. Zo lief. Maar goed, het is nu 9:30. En het is echt niet mijn dag. Oh, ik wil echt de hele dag huilen. Nee, dat is niet waar. Maar het is gewoon echt niet mijn dag. Ik moet, you know, that time of the month is coming. Ja, ik moest gisteravond ook alleen maar janken. Alleen maar janken gewoon. Echt waar het vandaan komt, ik weet het niet. Maar super irritant. Ik kan er niks anders van maken. Maar ja, je kan er helaas niks aan doen. Ik heb daarnaast wel veel meer structuur en orde in mijn leven. Dat voelt zo goed. Ik vind het ook heerlijk lekker een avondje alleen thuis zijn en lekker mijn eigen dingetje kunnen doen. Maar alsnog heb ik het op een of andere manier echt druk. Oh, nee, ik bedoel, de dag gaat gewoon niet vlekkeloos. En ik weet hoe het komt, maar alsnog is het kut. Ik heb trouwens super, super lief, omdat we een jaar hadden, van Stan een Hunkemullerbon gekregen. We kunnen samen even leuks uitzoeken. En, oh shit. En we gaan waarschijnlijk in december een paar dagjes weg. Naar of een Duitse kerstmarkt. Ik wil eigenlijk naar Londen gaan, maar het is een beetje moeilijk nu met reizen naar Engeland. Dus het is jammer. Of een dag naar een leuke Duitse stad met kerst. Of misschien naar Parijs met de trein. Of ja, let me know. Wat is leuk om even een paar dagjes heen te gaan met de kerst? Wat is echt een aanrader? Let me know. Ik ben echt op zoek daarnaar. Wat we kunnen doen. Ik wil het hier gewoon van maandag op woensdag of zo. Of maandag op donderdag. Sorry. In ieder geval hartstikke leuk. Ik ga denk ik lekker een badje pakken. Dat ga ik doen. Jongens, dit is niet normaal. Ik heb dit nog nooit gehad. Ik dacht echt dat het 8 uur was. En het is gewoon 1 uur 's nachts. Ik ben gewoon al een half uur wakker, hè. Ik ben gewoon een half uur dan aan het klaarmaken. Weet ik het allemaal. En ik kan gewoon nog slapen. Ik ben de meest gelukkige persoon dat er is. What the fuck. Ik ga mijn bed in. Nou jongens. Nu is het wel echt morgen. Het is nu dinsdagochtend. Ik ben een stuk wakkerder. Oh mijn god jongens. Ik ga zo stuk op mezelf. Ik heb dit echt nog nooit gehad. Ik heb gewoon meerdere keren op mijn telefoon gekeken van: oh, het is 4:15. Oh, ik moet echt bijna gaan. En op een gegeven moment zit ik hier en denk ik: waarom staat mijn night shift nog aan? Weet je wel, dat je geen meldingen binnenkrijgt. Want dat gaat uit bij mij om 7. En ik kijk en er staat gewoon 1 uur. Nou, ik ben echt niet goed in mijn kop. Ik was zo moe. Ik dacht, hoe kan dit nou? Waarom ik zo moe zijn? Oh, wat geniaal. Nou, ik ben echt blij dat mijn bed weer in kon, joh. Oh, ik was helemaal gesloopt. Maar ja, nu gaan we wel echt. Het was ook helemaal pikzwart nog buiten. Ik denk, jezus, wat is het al vroeg donker. Dat het er maar
dat het nog zo donker is op de tijdstip. Ik snap er al helemaal geen kut van. Mijn ouders dachten ook echt, want ze hoort mij met mijn schoenen overal heen gaan. Ze dacht echt, waar de fuck is zij allemaal mee bezig? Mijn moeder dacht dat ik laat thuis was en dat ik dingen had gedaan. Toen ik gewoon thuis was, helaas met mij niet uit. Oh, wat een grap. Ik vind het echt een grote meme. Maar goed, hè. Ik ben nu wel echt wakker. Ik ga zo lekker naar stage. Dan gaan we weer. En WhatsApp en Insta lag gisteravond de hele nacht eruit. De hele avond. Dus ik heb lekker productief kunnen zijn. Heel veel boekhouding gedaan. Mezelf verbeterd in boekhouding. Ik vind het dus best wel leuk te doen voor mezelf. Maar hey, ik ben helemaal niet goed in joh. Ik doe het maar af. Maar dus op zich was het wel een fijne avond. Ik heb ook lekker in bad geweest. En mijn bronzer is echt crisis. Maar ik heb dus geen andere bronzer. Maar ik heb trouwens mijn make-up besteld bij Naked. Ben daar super erg benieuwd naar. Want ik heb dus deze wenkbrauw gel is ook van Naked. En ik vind hem zo bizar fijn. Dat ik echt dacht van, oh, als dit zo goed is. Misschien is de rest dan ook wel zo chill. Nou jongens, ik ga me even verder opmaken. Het scheelt heel erg dat ik mijn mascara en mijn wimpers al heb gedaan. Dus dat ik lekker vannacht, oh, ik had zoveel geluk. Want ik kwam maar niet mijn bed uit. Op een gegeven moment was het echt 7:50 en ik moet achterweg. Toen dacht ik, oké, ik moet nu wel echt eruit gaan. Want anders kom ik gewoon niet daar. En toen ging ik eruit, snel omkleden. Ik heb echt nog wel aangetrokken. Ik heb nu weer hetzelfde aan. Toen ik alleen even snel mascara en mijn wenkbrauwen gedaan. Ik dacht, nou, ze zoeken het maar lekker uit. Ik ga geen make-up op doen. Ik ben veel te moe. Nou, gelukkig, want ze heb ik wat full face make-up op gedaan. Lag ik daarmee in bed. Nou, dat was natuurlijk helemaal verneukt. God, god, god. Nou, wat een verhaal. Ik ga even. Hallo allemaal. Het is inmiddels 5:30, 6 bedoel ik. Ja, het is 5:30. Ik ben al een tijdje, nou, een tijdje. Ik ben echt net 1 minuut geleden van de scooter. Dat kan je ook wel zien. Ik ga vanavond filmen een mukbangie met Anna. Dus ik ga even mezelf een touch-up geven. Want mijn goede, wat zie ik eruit? Dat ging echt snel. En Anne en ik gaan dus een mukbang opnemen bij de Happy Italy. En we hebben allemaal soorten pasta's besteld. Gaan we proeven en eten. En heerly. Shit, nu kun je bedenken. Maar ik moet even vragen stellen. Nou guys, ik ben met Annie. En we gaan een mukbang opnemen. Lekker pastaatje aan. En... pastaatje? Wacht maar. Nou. Mogerpasta's. Meerdere. Maar het is wel leuk, want dan kunnen we allemaal lekker een beetje proeven. Volgens mij heb ik dit al verteld. Ik weet het niet meer. Maar we zijn in ieder geval onderweg. We zijn er bijna. Dat heb je tegen mij gezegd. Ja, maar ik kon herinneren dat ik... Misschien heb ik het net thuis gezegd. Nee. Wel. Ik kon toch net thuis gezegd hebben? Ik was net thuis ook aan het filmen. Oh ja. Maar ik bedoel tegen je ouders dat je dacht... Oh. Nee. Nee. Maar... de video staat al online, als jullie deze vlog zien. Ja, want ik zet hem deze zaterdag online. Voor mij nu zaterdag. Dus helemaal lekker. We hebben lekker met... nou, jullie gaan de mukbang maar kijken. Het is echt super lekker. Nou, we hebben lekker gemukbangd. Ik vond het echt een gezellige video. Het ging ook, het vloog echt voor mij alsof we gewoon net bezig waren. We wilden dus lekker nog naar Starbucks. Maar die was tot 7:00 en het is... Hey. Wat? Herken je? Huh? Ik ook. Wie is dat dan? Wel? Ik heb haar al 10 jaar niet gezien. Geloof ik. Nee? Zij is van haar vriend volgens mij. Want ik weet nog een paar geleden dat die moeder sprak. En die zei, oké, maar we willen dus naar de Starbucks en het is nu half... Zo, is het alweer 7:30. Oh, jezus, ja. Nou, dit vind ik zo triest. Iedereen denkt dat die Starbucks open is. En iedereen wordt weggestuurd. We staan net voor de Starbucks. Er zijn nu echt al, weet ik hoeveel mensen naar die Starbucks toe gaan lopen. Om Starbucks halen, net zoals wij. Maar wij hebben al 500... Nou, jij bent er ook in gelopen trouwens. Ja, meneer Uitzicht. Jammer, ja. Maar ik vind... Ik wil ook Starbucks. Starbucks vind ik zo lekker. Oké, maar ik vind het wel leuk dat ik het weet dat het hier zit. Ja. Stel, ik wil een keer Starbucks halen op een zondag. Van 8:00 dan kunnen we lekker hierheen rijden. Ja. Oh. En dit is echt niet ver. Dit is echt gewoon chill. Want je rijdt zo hier naar links bij je Haaswoude. Ja. Dus dat is top. Kijk, goed kijken, goed kijken, goed kijken. Rijdt zij? Nee, ja, dat zag ik het niet. Nee, je zag het niet. Fuck. Oké, mijn telefoon. Ik ga even kijken naar die milkshake. Of ik hem, als ik hem zie, dat ik denk ja. En als... nee.
even opzoeken. Ja? QFC. Zo, maar ik dacht, mijn auto staat ver naar voren. Mijn stoel. Mijn auto. Mijn oude stoel. Oh, hij is zo lekker. Niet normaal. Het smaakt echt naar Nutella. Nee? Ja, nu wil... Kunnen we er niet eentje delen? Ja, gewoon een kleine. Ja. Een kleine delen. Ja. Want ik moet proeven. Het ligt per filiaal hoe lekker die is. Want sommige doen er dus minder chocola in. Oh, sommige weer meer. Nou, we gaan gewoon halen hoor. Heb je die smaken? Ja, weet ik niet. Dit zijn crushers, dit is anders. Deze smaak heb je. Karamel, vanille, aardbeien, chocola. Ja, die, oh, die chocola. Je moet je ook echt denken, ja, dit is een milkshake. Niet zo waterig en... Waar is je... Daar is QFC. Waarom is alles dicht? Ja, ik snap het ook niet. Een drive-in is toch altijd open tot 12 uur of zo mag je open en dan. Oké, dan gaan we... Jongens, dit is leuk. Ik heb namelijk meerdere mensen op mijn vlog deze milkshake laten proeven. Echt? Nu ben jij in de beurt, ja. Oh, leuk. Weet je van wie ik hem heb? Branda, daar zit je ook. Ha! Dat is lekker op een zondag. Leuk. Oh, leuk, we hebben het iets ontdekt, jongens. Maar hè, wist ik dit niet? Nee, ik wist... Ik zei tegen jou... Ja, maar dat is zo nieuw allemaal. Ik zei tegen jou, dat is KFC McDonald's, dat wist ik. Ja. Maar ik wist niet eens dat de Burger King niet zat. Je zit maar gewoon... dit is de perfecte mukbang spot. Kijk, zeg maar, ben ik dan nu gewoon blind? En is het bij mij wazig of zie jij wel scherp? Ik zie jou wel scherp. Ja, ik zie mezelf dus heel wazig. Maar ik zie jou scherp, maar ik ben wel een beetje... Oké, maar ja, jij gaat dus de QFC shake. Gaat helemaal in de drive staan. Ja, mogen we één kleine chocola... Hele rij van auto's voor ons. Godskleren. Nou ja. Was iedereen... Nee, ik hou niet van naar binnen rennen. Okay, oh ja, het scheelt wel tijd. Eerste reactie, jongen. Oké, die heeft mijn slokje. Moet jij even eerst zeggen van... Die aan? Is die... Oh nee, dat is ook wel goed, of niet? Huh? Oh, die is touch. Nooit. Godskleren, deze auto heeft toch alles wat je wil. Oké. Ja. Lekker? Oh. Maar ik zou dus nooit... Dit bestellen. Nee, maar ik zou überhaupt nooit een chocolademilkshake nemen. Ik ook niet. Ik neem altijd vanille of banaan. Het smaakt gewoon puur naar Nutella. Echt? Ja, hazelnoot. What the fuck? Dit is fucking lekker. Dit is niet normaal. Oh! Jongen, dit was mijn verslaving. Dat was niet gezond. Dit is precies waar ik zin in had ook. Ja. En jongens, als je naar de QFC gaat. Maar dit is maar iets wat je nooit zou bestellen. Maar ze hebben ook bijna nooit een chocolade milkshake. Oh, dit is lekker. Ja. Nou, dit heb ik dat is echt Nutella, hè? Nooit opgekomen. Ik had het ook van iemand. Wat is dat? Is wat dat gebeurt bitter? Hier? Toet, toet. Ja. Oh, dit is lekker. Dit is het beste toetje dat je me nu kon geven. Lekker dan Starbucks. Holy guacamole. Misschien een half jaar. Ik heb hem al een jaar niet op, denk. Ja, ik zweer het. Ik kwam er. Jezus, lekker. Wow, maar ik vind wel leuk dat... Gewoon één kleintje hebben om te delen. Even een cutie pie. Ook al had ik, als je mij nu een eigen kleintje had gemaakt. Oh, ik had zo één opgedroomd. Gedronken. Maar ja, dat is het gewoon niet doen. Maar we gaan door de Wasstraat, door de Disco Wasstraat. We gaan niet naar de Wasstraat. Was ik dat? Dat was ik niet. Was ik dat net ook deed? Wat is hier nou voor iets in beeld? Nou, kap! Ik dacht dat je zei, we gaan naar de Wasstraat. Dat ja, zei dan. Je. Als ze die drive-thru of ik ben... Nou, ik word niet goed, hè? Wie is het? Ik dacht echt dat ik dat deed. Ja, ik dacht het ook. Nou, ik hield het niet meer. Ik dacht dat het moet even tussen licht. Hè? Nou. Hij doet het voor een grap. Ja, maar dit is niet grappig. Maar, zei jij Bram Ladash? Ja. Ik dacht dat Bram Ladash was. Van Bangladesh. Kim Kardashian. Maar dat is helemaal geen vergelijking, nee. Het is Bram Ladash. Weet ik niet.
geluidje. Ik word helemaal bang hier. We gaan even weg. Nou, ik dacht dat we naar de Wasstraat gingen. Door de disco. Maar er was niet. Nee, maar dit is geen disco. Jij begrijpt het verkeerd. En je zegt, het was hier bij de KFC? Ja, hier gingen we ook 2 keer door de Wasstraat. Maar dat was niet leuk. Ja, het is wel leuk. Maar niet zo leuk als de Amstelveen. Oh. Daar is de disco. Nou, dan gaan we een keer naar de disco. Maar hoezo gaan we, zouden we dat dan doen met een mukbang? Ja, ik veel. Nou. Miscommunication. Joe. En heel blij. Alrighty, ik kom net uit de douche. Nou, eigenlijk al een tijdje. Even mijn haar borstelen. Ik ga ook lekker slapen. Het is 10:30, dus... Time to sleep. Ik heb even wat geëdit nog. En wat dingen we gedaan voor samenwerkingen. So that is very good from me. Morgenochtend weer stage en zo pleuris weer. So I'm not in the mood for all that. Ik ga lekker slapen, jongens. Dus ik zie jullie morgen weer. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag woensdag. En... Het is echt niet normaal vreselijk weer. Het regent super hard. Zoals je wellicht hoort. Maar ik ga lekker met de auto, want mijn gezin is weer. Holy shit. Ik heb lekker een oversized jurk aan. En panty en deze laarzen. Jurk is van... De jurk is van Chiquelle. En de laarzen zijn van Come Get Fashion, volgens mij. Maar ik heb ze ook bij de Monkey gezien. Nou, volgens mij is deze laars echt overal. Ja. Maar goed, ik ga naar beneden en dan ga ik weg. Nou, mensen van het mooie leven. Ik ben klaar met werk. En ik ga nu onderweg naar huis. Het is al bijna 6:30. Ik had het helemaal niet door. Ik was gewoon aan het werk. Ineens denk ik, joh, het is al hartstikke laat. Oh, ik schrik me dood. Is... Ik hoop dat ik bijna mijn eigen auto krijg. Oh my god, ik ga even dus... Kijken hoe ik hier uit ga zien te komen. Nu schijnt de zon, maar deze dag is toch een regenpartij geweest. Dat is echt niet normaal gewoon. Maar goed, de dag zit er weer op. Ik ga lekker naar huis en dan is Danny daar. Yay! Hij komt gezellig bij me eten en slapen. En Stan, die heeft dus ook... Sinds vandaag, of sinds gisteren, zijn eigen auto. Dus we hebben eindelijk allebei een eigen auto. Konden hem wel vaak van onze ouders pakken, maar het is toch chiller om gewoon allebei een eigen auto te hebben. Dus, nou, ik heb mijn auto nog niet, maar hè, je weet wat ik bedoel. Maar ik ga nu lekker naar huis rijden. Ja, ik heb honger. Ik had vandaag lekker pastaatje op, die we gisteren hadden. Oh, fuck. Maar ik had gisteren lekker een pastetje op. Wat we over hadden. Lekker truffelpasta. Oeh. Ik heb heerlijk genoten. Nou, het is inmiddels alweer donderdag. Ik heb vandaag nog helemaal niet gevlogd. Dat komt omdat Stan me vanochtend naar werk had gebracht. En ik was gewoon druk in de weer. Maar ik ben nu klaar met werk. En mijn moeder heeft me opgehaald. En nu gaan we gezellig een avondje naar de Westfield Mall. Dus we gaan even de winkels even kijken, shoppen. Misschien even, ja, ik weet niet, gewoon een beetje gezelligheid. Het is ook niet tot heel laat open daar, tot 8:00 of zo. Dus dat is het plan voor vanavond. Even gezellig. Jongens, super stom. Ik ben, oh. Nou jongens, super stom, maar ik ben de vlogcamera vergeten. Er is vandaag dus een oorbel uitgevallen, echt stom. Make-up zit er ook niet meer op, ziet er niet uit. Maar ik heb deze super... Leuke suede legging aan. Past totaal niet hierop, want het is allebei suede, dus een beetje raar. Nou, we hebben lekker eten. Ik ben weer thuis. Ik ben echt helemaal kapot. Want ik ben uit mijn stage meteen doorgegaan. En ik heb wel iets gekocht. Die Westfield Mall is zo chill. Lekker over de dek lopen. Je hebt er letterlijk alles. Maar ik heb bij dit winkeltje, ik ken het niet... Een legging gekocht. Oh, ik zie net dat het 100% gerecyclede materialen zijn. Made in Italy. Dat wist ik niet eens. Maar het is gewoon even een zwarte leren legging. Want die van mij was helemaal kapot en lelijk. Dus ik had gewoon even een nieuwe nodig. En dit vind ik zo chill te combineren met letterlijk alles. Dus
We hebben verkocht. Ik ga mijn make-up eraf halen, mijn pyjama aandoen en mijn bed in. Daar heb ik zoveel zin in. En lekker serie kijken of zo. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag. Oh shit, ik heb nog steeds één oorbel in. Ik heb hem net opgemaakt. Ik moet mijn mascara nog doen, maar dat doe ik denk ik even op werk. Want de scooter gaat het er gewoon altijd af op een of andere manier. En dat is zo vervelend. Gisteren is mijn oorbel uitgevallen. Want het achterkantje was er opeens af. Nee. Ik weet het ook niet. Ik heb mijn haar leuk droog gestaard. En ik heb lekker een hersjurkje aan. Ik heb dit jurkje aan. Met Dr. Martens. Helemaal leuk. Ik sta een beetje scheef, maar hallo allemaal. Ik ben terug van werk. Het is 6 uur. En ik ga zo meteen lekker bij Stan eten, gezellig. Even mijn oortjes uit doen, want dit is vervelend. Ik ga even mijn spullen pakken en dan ga ik naar hem toe. Helemaal gezellig. We gaan denk ik de hele avond niks doen. Lekker Squid Game kijken of zo. Helemaal zin in. Maar goed, dat is de play. Oké, ik heb mijn spullen gepakt. En ik ga zo naar Stan toe. Het is echt super mooi weer. Opeens weer geworden. Het zonnetje schijnt helemaal. Echt bizar. Ik snap er helemaal niks meer van. Echt 2 dagen geleden was het echt vreselijk weer. Vanochtend was het wel echt mokerkoud trouwens. Maar het was vreselijk weer. Stortbuien. Echt noem het maar op. En nu is het echt opeens weer helemaal zon. En wordt het dit weekend mooi weer. Echt. Ik snap er helemaal niks meer van. Maar beter. Morgen ga ik gezellig naar Utrecht met Ann. Want ik moet voor de samenwerking van Primark. Naar de Primark. Want de Primark kan je natuurlijk niet online bestellen. Dus je moet er kleding halen. En foto's maken. Ja, ik heb wel een leuk weekend. Verder hebben we nog een feestje bij de voetbal. Wat hebben we nog meer? Ik weet het niet. Ik hoor het niet. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. Het is weekend. Woo! I love my weekend so much. Ik begin het weekend ook meer te waarderen doordat ik door de week stuk veel werk. En het weekend ben ik free. Maar goed, ik kom net van Stan vandaan. Ik kom echt net onder de douche vandaan. Ik heb mijn haar nog niet eens geborsteld. Het ziet er niet uit. I know. Maar ik ga nu naar huis. Ik ga mezelf omkleden, opmaken. En dan ga ik rond 10 uur met Ann naar Utrecht, naar de Primark. Ik moet daar namelijk spullen halen voor samenwerking. Ja, het is nu 9:15. Dus ik heb zelf de tijd. Ik heb een half uur mee me klaar te maken. Dus ik heb tijd allemaal. Veel zonnetje, echt heerlijk weertje is het. Dus gisteravond was super gezellig. Gingen we naar Stan zo open, want hij was jarig. Gezellig op de koffie geweest. En morgen hebben we ook nog bowlen met de fam. Van Stan, dus dat is ook wel super leuk. Maar ik ga even mijn camera wegleggen, want het is zo kut om auto te rijden en te vloggen. Nou, we zitten in de auto. Wat een zonnetje, joh. Ja, het is echt bizar. Mooi weer. Nou, we gaan toch naar Den Haag, want we gingen letterlijk kijken en dat was 50 minuten naar Utrecht. Zo, dat is echt voor mij super dichtbij. Ja. Maar we zitten echt midden in het Groene Hart met alle steden om ons heen. Dus Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amsterdam. Dus we gingen kijken. Ik heb het nog nooit gezien, 50 minuten naar Utrecht. Nee, ik ook niet. Maar ja, dat is wel. Maar
we gaan nu dus naar Den Haag. Den Haag, Rotterdam is eigenlijk even ver. Ja. En Amsterdam ook, maar Amsterdam is gewoon kut met parkeren. Dus daar gaan we gewoon niet heen. Want daar ben je wel het snelst, maar dat is gewoon, ja, niet handig. Dus we gaan nu gewoon naar... Ik vind het zo leuk staan. Ja? Ja. Maar het is wel irritant, je hebt echt hoge flappen in je bek. Maar waar is nou je dingetje? Oh, hier. Ja, denk je dat hij dat doet? Nou, dit is toch leven. Dit moet jij echt hebben in je auto. Moet deze auto gewoon. Wanneer komt je auto? Ja, weet ik niet. Denk over 1 of 2 weken. Ik kan echt niet wachten voor jou. Ik ook niet. Ik kan niet wachten tot mijn auto heb. Ik heb al zoveel dingen gepland tot ik echt. Het slaat nergens op. Maar ik moet dus naar de Prima Perform Collectie. Volgens mij heb ik echt dit al 5 keer verteld. Maar goed. Wel een rare weg naar Den Haag eigenlijk. Ja, je moet eerst naar de A4 in Leiden. En dan denk je dat dit sneller is dan dat. Ja, je kan ook via daar, maar... Het staat 7 minuten lang. Ja, toch niet. Nou, hij blijft nog soort goed staan ook. Hij trekt gewoon op. Hij staat gewoon vast. Hè? Nou, ik vind het niet normaal. Ik moest gewoon mijn auto schoonmaken en al die mukbangs. Ja, dat is niet normaal. Nou ja, drive-thrus. Oh mijn god. Dat was wel ook echt een leuk weekvlog. Ja, maar ook echt veel eten in de auto. Niet normaal, nee. Echt, ik zat die video's terug te kijken. Ik dacht echt, ik word gewoon ook dik als ik er naar kijk gewoon. Yes. Maar die zondag sloeg ook nergens op dat we... Nee, dat we... En uiteindelijk, die kipsie hadden we gewoon niet moeten doen. Nee. Want die was niet eens lekker. Nee. Het was echt de slechtste kipsie die we hadden beter zo'n milkshake kunnen halen. Ja. Toen van mij al zei het. Want hoezo kwam je toen niet met dat idee dan? Ja, toen weet ik niet. Toen hadden we ook Starbucks. Dus ik dacht niet aan iets zoetigs of zo. Oh, ja. Oh. Ik heb gisteren ook al Femke laten proeven, hè? Echt? Ja, en? Ja, die vond het ook helemaal shit. Oh, was je bij de A4? Nee, ik was in Hoofddorp, maar gewoon bij die ene, weet je wel. Oh, bij de Kishia. Ja. Hoe laat was je naar Hoofddorp dan? Ja, was het tot 9 waar de winkels open waren. Niet. Ja, echt heel leuk. Oh, dat wist ik niet. Want ik was op donderdagavond shopping day. Naar de Westfield Mall was tot 8 uur open. Echt? Alles, ja. Oh nee, dus vrijdagavond 9 uur bij Hoofddorp. Chill. Nou, ik weet niet of het elke vrijdag was, maar chill. Volgens mij wel. Oh ja, die milkshake is zo lekker. Is dat nou dat is in deze week vlog. Het is maandag geweest. Dat was maandag dat ze die KFC milkshake op hebben en deze week vlog is dat. Oh ja, nee, dinsdag zelfs. Dinsdag zelfs? Dat lijkt echt van me. Zo, dat lijkt echt vorige week, ja. Huh? Oh, wat grappig. Ja, nou, jullie update. Meer mensen vinden hem lekker. Ja, echt niet. Laat me weten als jullie hem ook gaan proberen maar wat jullie ervan vinden. Ik denk dat ik beter zou maken. Wat dan? Nou, ze doen eerst zeg maar dat volgens mij gewoon vernieuw je spul in. Ja. En daarna volgens mij gewoon echt letterlijk Nutella. Ja, dat zou kunnen. Want nu was hij zeg maar niet zo goed gemengd. Er zat er gewoon zeg maar chocola op de rand. Oh ja. Want ze zat helemaal te mengen zo. Ja, ze doen echt. Ja, dat heb ik inderdaad ook wel. Dat je een beetje een soort swirly hè. Ja. Ze doen echt een soort chocoladesaus doorheen. Oh, dat maakt het zo lekker. Ja. Ja, dat is echt niet normaal hoe lekker. Maar ja, misschien ja, moet je ook nog even kijken wat te doen met eten en zo. Zo rijd ik elke dag naar mijn werk als ik met de auto ga. Echt? Ja. Oh, ga je met de scooter dan? Ook zo. Oh. Maar niet hier op de weg rijd ik dan. Nee, nee. Oh. Maar we hebben echt een leuk weekend. Ja. Helemaal zin in. We hebben echt je gaat lekker bodem. Ja. Dat is leuk. We hebben echt leuke weekenden hoor. Ja, jongens, er komen zo leuke weekenden aan. Bizar. Oh, er komen ook heel veel tentfeesten. Tentfeesten, feesten. We hebben allemaal uitjes nog. Halloween, we gaan een Halloween feest geven. Heb je dat gezegd? Vertel. Nee, jongens, we gaan een Halloween feest geven bij Ann. Dat is een soort, ja, Kate. Een soort bar, kroegachtig in de tuin. En ja, ik heb natuurlijk super veel Halloween spullen van vorig jaar nog. Dat weten jullie misschien helemaal niet. Maar dat ik samenwerk met Xenos. En we gaan helemaal verkleden, uitpakken. En het wordt helemaal, ja, helemaal het einde. Maar ik wil ook wel echt leuke Halloween drankjes of zo. Of zo'n zo'n bol met allemaal enge oogballen of zo. En dan we gaan gewoon helemaal over de top. Ja. Alles wordt over de top. Ik ga echt op Pinterest kijken voor leuke ideeën. Helemaal zin in. Wanneer is dat? 23e. Dus dat is niet volgende week, maar de week erna. Zo, dat is echt snel hoor. Dat is echt snel hoor. We moeten echt met z'n drieën gaan zitten. Ja, en even een lijst maken met wie we nou allemaal hebben uitgenodigd. Ja,
Ja. Oh, jongens. We zijn zo kut. We hebben letterlijk, eerst wilden we gewoon letterlijk alleen met onze vriendengroep doen. Ja. Gewoon dus met Stans vriendengroep en aanhang. Nou, toen dachten we, hè, misschien ook leuk om wat andere mensen uit te nodigen. Nou, een groep zit aangemaakt, nog maar mensen toegevoegd. Toen gingen we in die avond uit bij ons in de buurt en we hebben gedronken en hebben letterlijk die hele kroeg uitgenodigd. Ja, jij mag komen. We waren zo over het feest. We zeiden, ja, we gaan letterlijk een feest geven. Ja. Jij mag komen. Jij mag ook komen. Nou, echt. Ja, denk, maar ja, die mensen die hebben er nooit meer over gesproken. Nee. Dus zouden hun komen? Ja, dan misschien moet ik even berichtje sturen. Ja. Maar weet je, boeien, het is ja, helemaal mooi. Boeien. Maar we gaan lekker vroeg, gewoon om 8 uur of zo. Al, toch? Ja. En dan gewoon tot een uur of 2. Dat vind ik top. Dat is perfect. Ja, dat is ideaal. Nou, dat heeft toch. Ja, leuk. Want dat heeft toch? Dat heeft toch geen zin om dan. Als je om 8 uur begint, ben je gewoon natuurlijk naar de kloot. Ja, en. Waarom zou je om 10 uur beginnen en dan. Tot 5? Waarom tot 5? Ik hou daar niet van. Gewoon lekker allemaal tot 2, max 3. Dus stop. Ja. Daar heb je wat aan. Ja. Maar ik heb echt zin in. Joe! We zijn in de Primark. Ik heb allemaal dingen gehaald van de collectie. Het zijn voornamelijk heel veel beige en witte tinten, dus dat is op zich wel mooi. Wel iets wat ik graag draag. Ik heb nu 3 items dat ik ga passen. Deze broek. En een beige pak. En de rest zijn allemaal sjaals en jassen en mutsen en allemaal dat soort dingen. Dus dat hoef ik niet te passen. Oeh, deze is wel strak. Maar het is wel echt een stretch. Die broek. Hij is heel stretch, zeg maar. Oh, maar dat is juist wel een keer leuk. Ja, ik heb nooit zo'n. Nee, je hebt nooit meer zo'n strakke broek aan. Een hoe noem je dat? Een, skinny. Nee. Ik ben aan het vloggen. Oh. Kijk, ik zal het laten zien, jongens. Ook gewoon leuk met zo'n blouse erop. Ja, je hebt nooit meer skinny gedaan. Nooit. Heel weinig meer. Raar, hè? Ja. Maar op zich wel leuk om te hebben. Altijd leuk. Nou, en nu heb ik dit beige pak, dus ga ik ook gaan doen. Echt goeie. De meiden zitten bij de bijkoor. Rietje, waar had je die nou laten? Hier. Oh. We hebben lekker broodje rosbief en een zalmwrapje. We zitten op uitzicht van de winkelstraat. Superleuk. Waarom zie ik je dit? Wij hebben lekker Starbeach. Yay! Oh, ik dacht dat je de vorige keer zei Starbeach. Maar je zegt nee. Starbeach. Ik zei, another day, another Starbeach. En twee jij, ja, lekker Starbeach. Starbeach, ken je dat niet van TikTok? Nee. Zij is altijd, another day, another Starbeach. En wij hebben weer pumpkin spice latte. Yummy bummy. En we waren echt 10 euro nog wat kwijt voor alleen parkeren. Staat helemaal zou je kunnen hier ook gewoon betalen? Dit is Stel, die hele pumpkin spice. Oh nee! Ik zit ook weer helemaal onder, jongens. Kut, we hebben geen nappie gehad. Nee. We rijden ook gewoon weer die stad in. Oh. De blouse is alweer vies. En we hebben echt goede geslaagde dingen voor de Primark. Oh, je moet ook nog die TikTok of die reels maken. Oh ja. Maar we hebben zo'n tijd, hoor. Zeeën van tijd. Het is 1 uur. Dus we komen aan. Kut, we moeten naar links. 1:30. Dan hebben we nog een uur na. Ik heb nu niet gegeven wat groen was. Nee. Hè? Huh? Oh, ik dacht wat staat er nou aan mijn gebaren weg? Kut, nu moeten we weer omkeren ook. Oh. Waarom gaat het leven nooit vanzelf? Maar we zijn, Anna heeft ook een paar leuke dingen, hè? Ja. Voor de Prix. Helemaal van random zus. Dan gaan we zo even een leuke TikTok maken. Hopelijk dat het lukt. En vind je het lekker? Ik heb je allemaal aangestoken met mijn Starbucks. Lekker. Ik vind het echt lekker. Het is inmiddels 3 uur. Ik heb me even opgemaakt. We hebben super leuke reels gemaakt. Ik hoop dat het. Ik moet hem nog editen. Dat het helemaal gaat werken en goed komt. We gaan nu naar de wedstrijd van Stan. Oh, planten. Ach, Anne, die is echt mijn privé-chauffeur. Ja. Bij mensen die kijken dit en die denken waarschijnlijk echt: bij wie zit zij daar altijd? Nou, altijd bij Anne. Zelfs de ouders van Stan zei het: van, is alleen jouw privé-chauffeur. Ja. Kom je maar, altijd op aan? Ja, echt hè. Het is zo lekker. Ik word altijd vrolijk als mensen allemaal lekker op de fiets gaan. Lekker korte mouwen. Lekker boys.
gaan dus nu naar de wedstrijd. Het is echt tering mijn weer. Ik heb nog een anders uitgaansstopje mee. Want ik heb nu gewoon een shirt aan. Ik dacht, als ik we echt gaan al... alleen maar door. We gaan alleen maar door. We gaan naar de voetbal, gaan we feesten, gaan we zeepen. Dus, nou, helemaal zin in mijn leven. Nou, jongens, we zitten weer in de auto. We zijn echt al op 5 bestemmingen geweest. We zijn net bij... uitgeput, want het heet van hot naar her gaan. We waren net bij Stans, wedstrijd. Nu waren we weer bij wedstrijd hier. Maar hier slaapt helemaal dikke vissen. Maar we gaan nu... Tom, je moet draaien. Tom, de broer van Anne, moet draaien. Superleuk. Maar we gaan nu eerst naar Nina. Dan gaan we eten en omkleden. Want je kan hier alleen eten met contant geld. Zeg maar betalen. En dat hebben we niet. Dus, oh, we moeten wel voor onderweg wat eten halen, zei Nina. Oh, kut. Bel Nina. Ja, bel Nina. Oh, dat is echt helemaal zo. I don't give a fuck. Ja, ja, dat hebben we Nina altijd. Nu weer twee keer bellen. Poging twee. Niet scherp. Nu wel. Nee. Ik heb zin in snack, hoor. Yo, yo, moeten we nog eten halen? Oké, okay, naar de hoek. Ja, ik weet niet waar de hoek is. Oh. Oké, okay, we gaan naar de hoek. Ja. Oké, okay, joe. Nina zit in de achterauto, anders vandaar. Maar er zit zeg maar geen auto achter ons. Zit ergens achter ons. Hier, de Nel. Oh nee. Nee, het is daar. Hij is verplaatst naar daar. Ga je dan hier rond? Echt 2 seconden. Ik ga hier. Ik weet dat ik hier mee mag, maar toch ga ik erin. Nou, wij gaan even snackbar halen. Oh, we hebben lekker eten. Oh, dat is niks. Ja, ik denk gewoon pinootje in de schuur bestaan. Ik heb hier een charmeetje. We hebben lekker gegeten. Ik had een broodje kipkorn met mayo en een frikandel. Nee, een patatje speciaal. Broodje kipkorn met mayo en frikandel. Slaat even nergens met niemand een frikandel. Cheers. We zijn met Nien. En ik ga me even omkleden. Make-up zit wel nog goed, of niet? Ja. Make-up zit nog goed. Nou, ik heb me omgekleed. Ik heb dit superleuke topje aan van Shein. Nee, die andere. Nee, die andere die je net aan had. Wat was fucking leuk. En deze broek van Chiquel. Waar is de klas? Saar? Weet ik niet. Heb je niet in dat tasje gehad? Anne en ik hebben dezelfde schoenen aan. Van naked. Love it. Maar deze zijn iets minder wit. Wat is jouw outfit? Zwart, zwart en nog een zwart. Ja, maar waarvoor komt het? Weet ik veel. Zalen de kast. Oh ja, dat is een blouse van mij. Die is van naked. Broek van Stradivarius. En schoenen naked. En Anne en Nien? Riem. Lovies. Lovies. Nien, waar komt jouw outfit vandaan? Topje van Anna. Anne, waar komt die vandaan? Geen idee. Dat weten we niet. Broek, heel leuk. Is van, weet ik niet. Maar hij staat zeg maar in het licht. Bershka. Oh, broek is van Bershka. Wacht, even goed in het licht. En mijn schoenen zijn van Aap. Ja, broek van Bershka. Broek van Bershka. En je doet het andere jasjes aan? Misschien ja, deze overheen. Deze is van de Mango. Nee, die niet. Jawel. Jawel, ik denk het wel. Ja, die vind ik ook leuker. Leuker dan die ene losse groene. Deze. Moker, deze is leuk. Oh. Ja, ik vind dit leuk. Deze is van de Mango. En je schoenen? Die liggen beneden. Oh. I was in the school. Goedemorgen, het is maandag. Volgens mij heb ik gisteren dus niet eens gevlogd. Maar dat komt omdat ik in de ochtend, ja ochtend, ik werd wakker om 12 uur of zo. Toen ging ik rond 1 uur naar Daan en Nina. Anna, dan gingen we daar sushi eten en Formule 1 kijken. Gezel. En daarna ging ik meteen door naar Stan, want we gingen met zijn familie... Let op, slecht wegdek. We gingen met zijn familie lekker bowlen en uit eten, dus dat was echt super, super gezellig. Ik ben erachter gekomen dat ik echt mega slecht ben.
ben in Bode. Ik heb dus een jaar geleden gedaan en toen was ik best goed. Dus ik snap niet dat er fout ging. Ik ben nu onderweg naar mijn stage. Ik heb echt geen idee hoe lang deze weekvlog uiteindelijk is geworden. Maar ik hoop dat jullie hem wel heel leuk vonden. Dus vond je de video nou leuk? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Subscribe. Support your girl. You know. Volg op Insta. Doe het allemaal. Hè? Doe het gewoon allemaal. Dat zou ik super leuk vinden. Ik vind het altijd onwerkelijk hoeveel mensen toch weer altijd naar mijn video's kijken. Dus heel erg bedankt daarvoor. En ik wens jullie een hele fijne week. Thank you.